Dezelfde locatie als 60 jaar geleden bij het laatste kampioenschap. Het was een lastig feest om te overtreffen, maar is er een goede poging gedaan? Nou, kijk, dit mag natuurlijk niet in verhouding staan tot een daadwerkelijk kampioenschap. Maar het is wel mooi dat we dat 60 jaar na dato op deze plek nog een keer kunnen herinneren in dit gezelschap. In het kader van een rood-witte mannen- en vrouwendiner. En je hebt Piet de Vries het zelf horen zeggen, dat vergeet je nooit. En de vrouw van Tony, Gonny van Ede, zei het misschien nog wat sprekender. Het is alsof het gisteren was. Ja, dat zijn wel mooie herinneringen. Maar wat ik vooral mooi vind is dat, en dat mag ook wel eens gezegd worden, dat binnen Sparta wij in staat zijn en dan vooral de mensen die daarmee bezig zijn, Charles, Lindy, en dan vergeet ik er zeker een paar, uiteindelijk gewoon in staat zijn om een evenement als dit neer te zetten. Ja, zeker. Met veel sponsoren, veel nieuwe gezichten voor mij ook. Dat was weer de eerste keer dat ik hierbij was, maar ja, het was een hele geslaagde, gezellige avond. Warme gevoel, het echte Sparta in voor het tegenspoek. De meeste mensen hebben hier natuurlijk de afgelopen 15 jaar hoop meegemaakt. Meer ja, het negatieve in plaats van het positieve, het winnen. Maar blijven ze altijd achter de club staan. Ook al zijn ze natuurlijk wel eens kritisch, wat terecht is. Maar Sparta blijft Sparta. Rood-witte mannen en vrouwen, dat is een aantal keer eerder voorgekomen. Er was er altijd een bepaald jubileum te vieren. Vanaf nu is er geen speciale gelegenheid meer nodig. Het wordt rood-witte mannen en vrouwen. Ja, dat klopt. Daar hebben we best wat tijd aan besteed en intern besproken. Ook met vertegenwoordigers van de stichting 1888. De cultuurbewakers van de club, feitelijk de aandeelhouder van de club, de meerderheidsaandeelhouder. En dat was niet eenvoudig, hè, want je bent toch een traditieclub, zoals ik ook gememoreerd heb. Maar je moet ook wel gewoon met je tijd mee. En Charles heeft met name die gesprekken ook gevoerd. En uiteindelijk zijn we het er met z'n allen wel over eens dat dat prima is om uiteindelijk deze keuze te maken. Van achteren naar voren, 3-0. Een 6 en een 6. Uw applaus. 66.000 euro. En vandaag wordt er bij die veiling ook 66.000 euro opgehaald voor de jeugdopleiding. Uiteraard is dat niet jouw verantwoording, maar pluk je er wel een beetje de vruchten van met het eerste. Hoe kijk jij naar zo'n bedrag? Ja, de meeste mensen vinden mij kritisch. Maar iedereen vergeet dat mijn ziel en zaligheid, altijd gestopt heb in de jeugdopleiding. Trouwens ook bij Sparta. Ik heb vanaf de F'jes tot en met het eerste elftal getraind. Dus ik weet hoe belangrijk opleiding voor Sparta is. Kijk, de jeugdopleiding is natuurlijk een uitgave die wij als Sparta doen. In betaald voetbal zeggen ze wel eens dat het niet kan. Maar voor ons is het een bewuste beleidskeuze. Het is onze levensader. Dus dan moet je gewoon alles in gooien wat erin zit. Om in ieder geval te zorgen dat je je kan onderscheiden van de rest van Nederland. Wordt het het ene beste feestje dat je meemaakt in je tijd bij Sparta? Ik hoop het wel, want er staat nog een mooi feestje hopelijk op de planning.